Goedemorgen. Het is 7 uur. We staan momenteel even in Roosendaal een complete vracht te lossen. Vanuit hier gaan we op de terugweg even een vracht ophalen in Zevenbergen. Ligt mooi op de route terug naar de zaak. Op de zaak zullen we een trailer aankoppelen met een rit richting Zuid-Frankrijk. Het is inmiddels dinsdagmorgen. We hebben een goede 950 kilometer aan snelweg gehad. Hier gaan we nou eindelijk eraf om het laatste stuk binnendoor naar de klant te rijden. We zijn aangekomen in Limeuil. De klant zit aan de andere kant van het dorp, dus we moeten even heel het dorp doorrijden om bij de klant te komen. We zijn bij onze eerste klant, een kleine bierbrouwerij. Hier gaan we 9 pallets met de klep lossen. De kerstverlichting hier in de bomen, dat is wel even een aandachtspuntje met de hoogte van de trailer. Het past allemaal maar net met kopschot. En zomaar uit het niets hebben we ineens het prachtigste weer van de wereld. En in de verte zien we hier mooi de Pyreneeën. Altijd een indrukwekkend gezicht.
We zijn aangekomen in een lescar bij de derde klant. Bij de tweede kon ik helaas niet filmen. De heftruckchauffeur is momenteel even met een andere chauffeur bezig. En aangezien ik een kleppentrailer bij heb, begin ik alvast te lossen met de klep. Als eerste keer met de klep op en neer. De laatste pallet. Zometeen nog even de papieren laten tekenen en dan gaan we maar even een eetentje opzoeken en morgen weer een nieuwe dag. Simpel. Ze hebben tijdelijk voor dit project in de berm even een uitgraving gemaakt, waardoor er net precies 4 meter onderdoor past. Verder alleen niet graag een hand tussen steken. De kraan is momenteel nog aan de andere kant van het riviertje aan het laden. Dus ondertussen gaan we maar de voorbereidingen treffen. Zijkantje open, dak open, etc.
daar is de kraan. Die gaat schuiven even opstellen en dan kunnen we beginnen met laden. Lijkt net op Lego. Beetje bouwen, passen en meten. We hebben alles bijna geladen. Zometeen rest alleen nog het zijkantje dichtmaken, dak dicht. En dan kunnen we een goede 1200 kilometer naar de zaak gaan rijden.